morgen, of eigenlijk natuurlijk weer stiekem middag. Ik heb heerlijk uitgeslapen. En ik kan echt... Ik wil het afkloppen, want ik ben gewoon een beetje bang. Zeggen dat mijn ogen echt beter zijn. Ze zitten zondag niet meer dicht. En ze doen ook niet meer zeer. En ik heb zelfs gisteren... erin zitten wrijven, niet heel hard, niet zoals ik dan deed, maar wel gewoon even lekker dit, weet je. En dat was dan eigenlijk al te veel. En nu zijn ze gewoon slaperig, maar oké. Okay. Dus yes. Ik ben nog steeds wel verstopt, maar ik voel me over het algemeen echt beter. Ik heb meer energie, dus zullen we het dan maar zeggen... Zal ik iedereen gelijk geven? Kan ik dit moment hebben? Het komt absoluut door het meer letten op mijn voeding. Door gezonder eten. Ik ben echt veel minder shit gaan eten. Ik kan me de laatste keer dat ik patat op heb niet eens herinneren. Wanneer heb ik patat op? Met Birdie heb ik zelfs gezond gegeten. En heb ik s'avonds bij mijn ouders gegeten. Ja, waarschijnlijk op het werk. Hebben we een keer patat met... Ja, kipburger met patat hebben we op. Nou, weet je. Dus, dat werkt. Ik denk echt dat dat het is. Ik denk dat ik mezelf gewoon over een poes heen moet gooien. Ik heb gisteren mijn haar echt gedwongen in een rechte scheiding. Want ik wilde het toch weer proberen. En dit is hoe ik wakker word. Dat gaat dus weer niet lukken. Of zou ik hem nog terug kunnen vinden? Ja, maar dan krijg je dus dit. De andere kant hoger is. Ik wil gewoon dat het lukt, maar mijn kruin zit echt hier. Dat zie je ook, want hier heb ik een soort van inham zelfs. Dus ik denk niet dat mijn leven met een rechte scheiding een optie is. Ik ben nog steeds de smartwatch van AliExpress aan het testen. Ik kan alleen maar zeggen, wauw. De video staat ondertussen online. Ik ben echt, ja, wauw. Ik heb dus gisteren iets ontdekt. Deze broek... Die heb ik ooit gekocht met een mee in Amsterdam. En dat was... Ik denk dat ik hem gewoon in de vlog heb laten zien hoor. Maar die was van de Pull & Bear. En die heb ik toen aangehad. En toen vond ik toch dat de pijpen te wijd waren. En dat ik hem terug moest brengen. Dat vond ik. Dus wat heb ik gedaan? Zoals ik meestal doe. Dingen die ik terug moet zetten, die zet ik hier onder de kapstok neer. Zodat ik er naar kijk. Maar waar liggen de poezen altijd heel graag? Onder de kapstok. Waar is het tasje van de Pull & Bear terechtgekomen? Daar. Dus, die vond ik gisteren. En die mocht echt al een maand niet meer terug. Ik was überhaupt vergeten dat die bestond. Het goede nieuws was... Hij was maar 20 euro. Maar ja, ik vind het een beetje zonde om hem daar niet aan te trekken. Dus ik ga hem vandaag maar gewoon aantrekken. En nog eens eventjes goed bekijken. Dan weet ik dat nog een reden om hem terug te brengen. Hier zit een klein... gaatje. Van, ik denk, het ga eens even scherp stellen, vriend. Van het alarmdingetje. Ja, daar zijn we. Zie je dat? Dus ja, toen dacht ik, nou, dan breng ik hem al helemaal terug. Maar ja, dat is niet gelukt. Dus ik ging, moet ik maar even naald en draad kopen of zou ik dat hebben? Nou, dit is zeg maar wat ik bedoel. Hij loopt zo vroeg uit dat hij echt een beetje, ja, hoe noemen we dit? Een beetje joggingbroek effect. Nou, dan heb je ook nog dat gaatje. Hij maakt me gewoon heel vormloos. Ik vind het ook echt nog steeds niet leuk. Maar ik kan hem natuurlijk wel gewoon aan als chillbroek. Op zo'n dag als vandaag gewoon echt lekker. Ook als trainingsbroek dan. Wat doe jij nou? Hallo? Gekke pos. Ja, gewoon echt als trainingsbroek ook dragen. Maar het is gewoon heel stom. En ik baal gewoon dat dit gebeurd is. Maar ja. Ja, hij zit wel heel lekker. Dus ik ga hem gewoon als chillbroek gebruiken. En dan komt het wel goed. Het zit hem echt in het feit dat die... Volgens mij zijn die pijpen gewoon vierkant, zeg maar. Ik ga weer vandaag voor een volledige winteroutfit. Want de zomer is weer weg. Ik zou deze spiegel echt even kerstschoon moeten maken. Dus ik heb lekker een grote zwarte kooltrui aan van Chiquelle. En daar zit, ja, zo zie je het, zit een figuurtje op. En dan mijn andere zwarte, nee, rode flared, zoals ik hem zeg maar, had willen hebben. En die zit ook lekker. En dan ga ik die eerst maken voordat ik hem ga dragen. Want ik vind het ook zo wat om met een gat op mijn middel te lopen. Poesjes, jullie zijn echt druk. Jullie blijven maar om mij heen cirkelen. Ja, wat is er dan?
Ah, liefie, je zit je stof te eten. Je moet ook geen stof eten, dan ga je niezen. Dan ga je niezen, gekkie. De planning van vandaag. Ik ga eerst even lekker een ontbijtje scoren. En op de bank met een aflevering ontbijten. Dan, ik moet een video opnemen. Ik wil gaan naar de zonnebank. Dit is echt wat ik het allermeest mis. Ik krijg best wel eens vragen van dames die ook extensions dragen. Die zeggen dan, ja, ik zou ze wel uit willen halen. Maar hoe voel jij je nu? Mis je ze? Ja. Ik mis ze heel erg qua hoe het eruit ziet. En het gevoel dat het me gaf. Maar ik mis ze echt niet aan het feit dat ze altijd op je hoofd zit. En hoeveel werk het kost. En ja, je merkt echt wel dat je hoofdhuid op een gegeven moment begint te irriteren. Omdat het er best wel dicht op zit. En... Maar wat ik het allermeest mis, dat was eigenlijk wat ik wilde zeggen, is mijn staart. Want dit is mijn staart van mezelf. Wacht. Het viel me laatst op dat ik dacht, ik moet echt een keer die deur dicht doen als ik hier sta te filmen. Het ziet er niet uit. Maar ja, ik heb zo'n miserig flutstaartje. Het ziet er gewoon niet uit. Ik kan gewoon geen staart in, omdat ik het zelf gewoon lelijk vind. Maar ja, dus dat mis ik het allermeest. Gewoon die mooie krullende staart bovenop mijn hoofd. Dus nu is het altijd een knotje en dat is ook best. Dat wilde ik eigenlijk helemaal niet vertellen. Ik zat alleen naar mijn eigen staart te kijken. Er zijn een zonnebank. En dan ga ik gelijk eventjes ook bij de Zara kijken. Want ze hebben nu de volgende ronde sale. Verder wil ik gewoon netjes bijhouden waar ik was gebleven. Dus ik heb gisteren 2 wasjes uit de droger gehaald. Dus er ligt daar weer een stapel. Die ga ik even opruimen. Morgen ga ik naar de Primark om de spullen terug te brengen en voor mijn dikke nieuwe spullen te halen. En uiteraard waarschijnlijk ook voor mezelf. Ik moet de kattenbakken verschonen. Ik heb gisteren al lekker mijn bed verschoond. Dus verder zijn we aardig wel op een rijtje. Ik ga nog een wasje aanzetten. Dat ga ik eerst doen. En ik weet nog niet wat ik vandaag ga eten. Ik denk dat ik mijn ouders even app of ik vandaag of morgen kan komen eten. Dan beslis ik daar aan de hand daarvan wat de planning voor vanavond wordt. Check mijn lippen. Het is echt alsof ik al in geen jaren meer vocht heb gezien. Oh my goodness. Het doet gewoon zeer als ik er naar kijk. Hebben jullie dat ook? Ik ga eerst even richting de kruidvat. Want ik ga de komende 2 dagen nog even make-up vrij door het leven. Aangezien ik toch vrij ben. Maar daarna wil ik echt weer gewoon gaan kijken hoe dat gaat. Moet ondertussen toch wel weer goed gaan, zou je zeggen. Alleen dan moet ik dus even helemaal opnieuw kopen. Zodat ik zeker weet dat die bacterie daar niet in zit. Ik weet niet welke idioot tegen mij gezegd heeft dat het geen lekker weer meer is. Oké, het is niet heel lekker weer. Maar deze trui is echt... Dan had ik ook nog mijn leren jasje aan. Ik heb gekocht een hele voorraad voor het hele weekend. Ik ben vandaag vrij, morgen vrij en dan donderdag overdag ook nog. Deze bij de kruidvat voor 1 euro. Daar heb ik gelijk 1 van op. En ik heb 2 mascara's. De mascara die ik over de koop van Maybelline, die is dus 18 euro. En toen dacht ik, volgens mij heb ik dit eerder geprobeerd. Maar ik ga toch weer een keer proberen om een andere te doen. Die wel watervast is, maar dan goedkoper. Dus ik heb er 2. Deze van Essence. Big Lashes. Get the Big Lashes Volume Boost. En ik heb er 1 van Catrice. Die vond ik er überhaupt gewoon wel mooi uitzien. En ik heb vooral gekeken naar het borsteltje. Want ik vind het dus fijn. Als het scherp stelt, vind ik het fijn. Over het algemeen. Tjongejonge, het gaat vandaag niet vanzelf. Hehe. Als het zeg maar gewoon echt een harenborsteltje is. En niet zo'n plastic. En dan nog een eyeliner erbij. Ik hou meer van die van de HEMA. Maar ik weet dat die van de Essence ook wel fijn is. Dus die ga ik even proberen. En als het dan weer niks wordt. Ik hou echt van watervast. Dat zorgt ervoor dat de krul beter in mijn wimpers blijft. Dus heb je nog watervaste tips? Kijk, Snapchat van Birdie. Dit is echt... Dat ding is geniaal. Maar ja, dus dat. Dan de gewone boodschappen. Oh, bedoel. Eitjes, want ik heb zin in een gebakken eitje op brood. Dan 3 keer framboosjes voor 4,50. Een broodje voor in de vriezer. En dan nu lekkere verse bollen. Ze hebben volgens mij echt steeds meer samenwerking met Laplace. Want deze bollen waren dus ook van Laplace. En ik heb ook
filet américain, vers van de slager. En voor vanavond of dan morgen een potje pasta met weer de Chinese roerbakmix. Iemand zei, what the fuck, waarom Chinese roerbakmix? Ik vind alles wat daarin zit gewoon heel lekker. Het is witte kool, prei, sperziebonen, tauge en rode paprika. En dat vind ik gewoon, ja, kan Chinees zijn, maar ik vind het gewoon heel lekker in de pasta. Runder gehakt. En dan weer, ik zat heel erg te twijfelen of ik de pesto zou nemen. Omdat ik deze zo lekker vind, maar toch, ja, maar ik vind deze zo lekker. En toen heb ik deze meegenomen. Misschien dacht ik, heb ik vanavond wel ineens zin in een vette hap. En dan is dat ook oké. Dan kan ik dit later eten. Want ik moet donderdag ook voor mezelf zorgen. Vrijdag ook. Dus ik kan het gewoon invriezen. Dan deze. Alweer Laplace. Maar ik had zin in iets lekkers. Ik ben ook gewoon ongesteld. Ik ben ook gewoon een mens. Ik wil ook lekker. Dus dit is knapperige cornflakes, rijstcrips, pompompitten omhuld met witte chocola. Nou, het zag er gewoon goed uit. Ik dacht, ik wil dit proberen. En dan last but not least. Om het weekend te vieren heb ik twee Red Bulletjes. Eentje voor vandaag en eentje voor morgen. Of alle twee vandaag, maar dan heb ik morgen niks meer. Weet je, zo zei mijn moeder dat ook altijd. Je kan alles in één keer opeten, maar dan weet je dat je morgen niks meer hebt. En mijn haar is zo statisch. Oh, ik trek het gewoon niet. Mijn haar en ik hebben ruzie vandaag. Ik ga even lekker mijn eitje bakken en mijn neus sluiten, want daar ben ik ook heel erg aan toe. Zo, dat noemt men pas een brunch. Lekker de schoenen uit en genieten van dit tafereeltje. Lekker plakje kaasbonen op mijn ei. Ik denk dat ik het niet op ga krijgen, maar dat geeft niet. Geef toe, je krijgt er honger van als je dit ziet. De stapel met was is weer weg. Ik heb nu een nieuwe was in de wasmachine en deze gaat naar de droger. Kan ik dit met één hand? Nee, dat kan ik niet. En dan is het tijd om de video op te nemen. Even nadenken. Ik weet niet meer precies. Ik heb gedurende de week telkens stukjes opgenomen. Dus ik weet even niet precies waar ik moet beginnen. Ik heb in ieder geval geen intro en geen outro. Maar ik moet ook af en toe wel stukjes aan elkaar praten. Dus het is handiger als ik eerst alles gewoon even terug ga lezen. Oké. Nee, ik moet eerst die was in de droger doen. Ik heb echt het idee. De zonnebank ga ik trouwens denk ik even uitstellen. Of ik moet vanavond nog zin hebben, want ze zijn de 10 uur open. Maar ik heb dus constant het idee dat ik iets vergeet. En ik kan er niet op komen. Ik denk, er is toch niks bijzonders vandaag of zo. Ik heb toch niks afgesproken. Maar de hele dag heb ik al het idee dat ik iets heb. En dat ik gewoon dan straks een berichtje krijg. Waar was je nou? Maar ja, het is ondertussen 3:30 en ik heb nog niks gehad. Dus misschien valt het wel mee. Weet je nog dat ik met Birdie in de auto het over dingen had van ja, batterij opladen en misschien extra kopen. Dit is dus weer zo'n moment dat ik denk, oh, nu wil ik dus net gaan de video op gaan nemen, is die leeg. En ik had hem de hele dag kunnen checken, ik had hem tussendoor in de oplader kunnen doen. Maar ik ben gewoon zo'n mens die dat vergeet en die dan op het moment dat ze echt wil gaan beginnen een lege batterij heeft. Of tenminste, er is een rood knipperend lampje wat mij nu terwijl ik vlog lastig valt. Dus ik ga er nu even in stoppen. Ik heb nog geen honger, dus ik kan ook nog niet eten. Wat kan ik doen ondertussen? Waarom heb ik het hele huishouden al gedaan? Ik had tijdens het huishouden mijn camera op kunnen laden. Video is ondertussen geüpload. Het is echt, mijn editprogramma werkt 100.000 keer beter op deze laptop. Het is veel sneller. Ik heb dus een video, mijn gemiddelde vlog is ongeveer 20 minuten. Een video van 20 minuten duurt 5 minuten. Om te exporteren. Dat duurde vroeger echt 2 tot 3 uur. En soms als ik echt een slecht moment had. Of de laptop deed niet. Dan duurde het gewoon gerust 8 uur. Of de hele nacht. Maar nu dus niet meer. Alleen het rare is. Nu duurt het uploaden heel lang. En dat heb ik al vanaf het begin. Dus ik heb nu met mijn oude laptop vergeleken. Of het hetzelfde bestand was. Zeg maar. Of ik er een mp4 of een mov of een avi van maakte. Maar het is alle twee dus mof. Ja, het is echt een beetje... Maar misschien zijn er ook wel mensen die hier verstand van hebben. Want volgens mij kan het alleen maar aan mijn internet liggen. Maar dat zou per laptop geen verschil mogen maken. Want normaal deed hij er ongeveer 1/2 uurtje over om te uploaden. En nu doet hij er rustig 3 tot 4 uur over. Terwijl bestandgrootte is ook hetzelfde. Een gemiddelde video is ongeveer 1,5 gig.
denk, hoe kan het nou ineens op mijn nieuwe laptop slower uploaden dan op mijn oude? Dit kan alleen maar aan internet liggen, want YouTube is internet en heeft op zich niks te maken met de snelheid van de laptop, toch? Ja, ik dacht, misschien heeft er iemand wel onwijs veel verstand van, die gelijk zegt van, oh ja joh, nee. Ja, ik weet echt niet waar het aan ligt. Het is op zich niet erg, maar ik moet er wel, zeg maar, rekening mee houden dat het uploaden dus langer duurt. Want ik heb ook wel eens dat ik echt serieus om 4 uur 's nachts aan het uploaden ben. En ja, dan staat hij er dus niet voor 6 uur 's ochtends op. Maar ja, ik ga er ook nog wel eventjes, misschien even googlen of zo. Voor nu staat hij in ieder geval klaar. Ik heb ondertussen ook al lekker gegeten. Jullie zijn weer helemaal vol. De camera is helemaal opgeladen. En ik ga me nu eventjes storten op een nieuw projectje. Wat ik een beetje met mijn vader al bedacht had. Maar nu eventjes iets meer voet in de aarde wil geven. En ik ga er nog even niks over zeggen. Want ik weet nog helemaal niet of ik het echt ga doen. Of ja, ik moet ook een beetje peilen of er überhaupt belangstelling is voor dit soort dingen. Maar laat ik eerst maar eens een beetje ideeën uit gaan werken. Ondertussen ben ik gedoucht en wel, maar ik wilde nog een pakketje laten zien. Want ik vertelde al dat er op het werk nog een pakketje binnen was gekomen. En deze was ook weer echt. Deze is ook weer het bewijs van hoe goed jullie mij kennen. En er zaten 2 cadeautjes bij. Namelijk dit Pantoprint keycord. En ik ken echt weinig mensen in hun leven die nog een keycord gebruiken, maar ik ben er één. En ik hou ook nog eens echt van Pantoprint, dus echt super lief. Deze moest ik eerst het kaartje voorlezen voordat ik hem snapte. Maar volgens mij is het of een telefoonstandaard of iets voor je oplader. Even kijken hoe het stond er ook alweer. Ja, mobiel ondersteuning. Dus het is, je moet hem dus tegenaan houden en dan blijft hij staan. Maar we gaan het wel een keer proberen. Maar dan in een katvorm. Ja, het is te cute. En ja, dit kaartje is van Sander. En die is ook echt... Ja, Sander, je bent echt heel lief. Dankjewel. En ja, ik vind het echt bizar. Het is ook zo'n leuk kaartje. Kijk nou. Dus ook die gaat absoluut bij mijn verzameling. En ja, ik kan ook gewoon, als ik dit soort dingen zie en lees, gewoon niet stoppen met lachen. En al mijn collega's hebben het er ook elke keer over. Ze zeggen, oh, het is zo lief. Ik zeg, ja, ik weet het. Ik zeg, het is ook echt. Ze zeggen, ja, maar nu komen er ineens heel veel. Ik zeg, ja, ik heb het 1 keer gezegd omdat iemand het deed. En nu, ja, het echt, dat geeft me echt het gevoel van hoe echt dit is wat ik doe, zeg maar. Dus dat geniet ik echt van. Ondertussen heb ik heel veel afleveringen How to Get Away with Murder gekeken vanavond. En gespeeld met een beetje ontwerp van dingen. Maar werd ik ook weer gefrustreerd, want het lukte niet zoals ik het wilde. Dus toen heb ik alles weer weggegooid, opgegeven. En nu wil ik lekker naar bed. Ik ben zowaar bijna niet verstopt. Je hoort het nog een heel klein beetje, maar ik kan ademhalen. Dus ik hoop dat ik echt als een roos in slaap ga vallen. En dan, ik ga morgen dus naar de Primark, naar Arnhem. Zou daar ook een Sunday zijn? Misschien moet ik dat eens opzoeken, want dan kan ik daar gelijk gaan. Dan hoef ik ook niet meer het centrum van Veenendaal in. Nou, in ieder geval, dat is dus de planning. En dan kan ik daar ook wel gelijk naar Zara natuurlijk. Was een beetje raar om in Veenendaal te gaan. Want die in Arnhem is volgens mij alleen maar groter. Ja, daar zit er één op de Bakkerstraat. Maar nu is de vraag, is dat ook een beetje dicht bij de Primark? Nou ja, dat ga ik even lekker uitzoeken voordat ik ga slapen. En dan morgen ga ik gewoon weer vloggen. Ik ga donderdag ook vloggen. Vrijdag misschien ook wel. Nou, de komende dagen. Ik moet donderdag, vrijdag, zaterdag pas om 5 uur beginnen. Dus dat schept allemaal mogelijkheden gelukkig. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en dan zie ik je weer bij de volgende video.